andere dingen. Ik wil hier zitten! Maar hij vertikt het om de beestenmap te gekopen. Ja, daar gaat het over. Nou, haal het beest eens even weg. Sorry dat ik overga, mama, maar ik moet echt even kijken daar. Hier blijf. Auw! Geeft hem niet een roei, hè? Nee! Sorry, mama. Goedemorgen, het is woensdag en ik zit hier samen met Boas. En Boas eet even een peertje. Een lekker peertje. Boas is er ook. Hi Maarten. Hallo. Zo, ja. Nou, wij eten nog even een peer. Hè? In kleine stukjes. En dan ga ik met Boas naar de VU. We hebben het idee dat Boas niet alleen een melkallergie heeft, maar ook meerdere dingen. Misschien wel pollen waar hij last van heeft. Je hoort hem ook heel erg rochelen. Op appel heeft hij gereageerd. Al dat soort dingen. Ja, en we zouden het toch wel fijn vinden als we een beetje uitsluitsel krijgen van waar hij nou allemaal allergisch voor is. Dus, wat gaan we nu doen? Ik heb een brief van onze kinderarts gekregen. Die ligt hier. Die heb ik hier. Die moet ik in mijn tas doen zometeen. Die moet mee. En dan gaan we bloed prikken bij de VU. Ja, hoe omslachtig is het? We moeten echt naar de VU. Het is niet anders. Het is niet anders. Hè? Dus wij gaan straks met de bus. Dat is vanaf Haarlem station is dat één rechte lijn. Dus dat scheelt. Ja. Dat scheelt. En dan gaan we bloed laten prikken. En dan hopen we dat daar wat uitkomt. Ja. Het is zo dat ze tot 4 jaar is die test onbetrouwbaar. In de zin van als er niks uitrolt. Dan wil het nog niet zeggen dat hij geen allergie heeft. Komt er wel wat uit. Dan weet je zeker dat hij daar allergisch voor is. Dus eigenlijk net als met een zwangerschapstest die je te vroeg doet. Is hij positief, weet je dat je zwanger bent. Is hij negatief, dan heb je hem te vroeg uitgevoerd. En dan weet je het nog niet zeker. Nou, dat werkt met Boas net zo. Hij is natuurlijk nu 1 jaar. Tot en met 4 jaar is hij gewoon zeer onbetrouwbaar. En rolt er wel wat uit, dan weten we het in ieder geval. En rolt er niks uit, nou dan moeten we toch maar kijken waar je op reageert en waar niet. Maar het zou wel fijn zijn als er iets uitrolt. Want ja, het is nu best lastig. Want ik durf hem eigenlijk alleen maar nieuwe dingen te geven op vrijdag. Want dan heb je vrijdag, zaterdag en zondag om eventueel te herstellen. Hè? Nou heb ik je van het weekend paprika gegeven. Ik had het idee dat hij daar niet op reageerde. Dat is dan weer nieuw. En dan moeten we maar kijken wat we aankomende vrijdag gaan testen. Ja, geen idee. Tomaat misschien. Misschien is tomaat ook wel een goeie. Hè, want dan kunnen we wat, als je nou niet reageert op tomaat. Dan kunnen we misschien tomaat, courgette. Dan weten we dat je daar niet op reageert.
tomaat, courgette, paprika en pasta bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we een soort en wortel, hebben we een soort spaghetti bolognese kunnen we voor je maken. Ja! Maar ja, dat is dus heel lastig en het zou heel fijn zijn als we in ieder geval ja, bepaalde dingen gewoon uitgesloten hebben. En misschien ook wel de pollen. Maar ja, goed. Of astma of iets, maar goed. Dus, wij gaan naar de VU. Dominka die wordt straks opgehaald door opa op school, dus dat maakt allemaal niet uit. We hoeven niet op tijd terug te zijn. Dus, nou, dat wordt een wereldreis. Nou ja, echt een wereldreis. We gaan gewoon met één... Ja, we moeten eerst naar het station met de bus en dan moeten we in een andere bus. En die brengt ons tot de VU. Dat is wel simpel, hè? Ja, dat is wel simpel. En jij bent nog lekker je peertje aan het eten. Dan hoop ik dat je misschien nog even gaat slapen. Ik denk het niet. Maar goed. We zien het allemaal wel. En dan krijg ik telefonisch de uitslag. Ja, telefonisch de uitslag van onze kinderarts. Nou, goed. Hap. Hartstikke goed, jongen. Wij gaan zo meteen naar de VU. We zijn inmiddels heel wat uurtjes verder. Het is 3:30. Nee, 4:10. Bijna. Ja! Boas! Die heeft even geslapen. Ik heb eventjes rustig aangedaan. Ja, wou je ook wat zeggen? Hè? Huh? Waar ben je daar? Het ging echt supergoed, jongens. Met de bus ging het supergoed. Boas heeft zelfs geslapen in de bus op de hele weg. Hè? Huh? En daar, met bloedprikken, ze konden hem niet in zijn arm. Want die, ja, allemaal babyvetjes natuurlijk. Dus ze konden geen adem vinden. Wat ben je dan gaan schreeuwen? Nee, ze konden geen adem vinden. Nou, mag ik even? Ze konden geen adem vinden. Dus wat doen ze dan? Dan nemen ze een vingertje, daar prikken ze in en dan tappen ze druppeltjes bloed af. En deze jongen, die geeft geen kick. Nee! Je hebt helemaal niet gehaald of wat dan ook. Hè? Want ze waren best, duurt best wel lang. Ze moesten 4, 5 buisjes of zo zijn zulke buisjes. Voordat die vol zijn met druppeltjes zijn we wel 5 minuten verder. Ja. En nu gaan we even boodschappen doen. Meneer, want je hebt het zo goed gedaan. Hè? En in de bus jongens, die bus echt top. Eerst even naar Haarlem station en dan de bus 3:46. Nou, die, ja, je gaat van deur tot deur. En jij bent heel, jij hebt het schreeuwen uitgevonden. Hè? Huh? Ja, jij hebt het schreeuwen uitgevonden. Dus nee, maar echt, die bus echt super top, echt waar. Als je de stad uit bent, dan ben je binnen no time over de snelweg naar de VU. Echt. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat echt super fijn is. Nou. Dus. Even kijken. Mijn sleutel, Boas. Weet jij waar die is? Beetje gek, hè? Om dat aan je kind te vragen. Die ligt hier. Nee, maar echt super tof. Ja. We waren ook zo weer terug. We waren zo aan de beurt daar. Bloed prikken. Boas heeft een fles gedronken in het ziekenhuis. Ik nog een kopje koffie. En toen gingen we weer terug. En we waren binnen no time waren we weer thuis. Hè? Heb jij last van je keel? Dat je daarom zo gebeurt? Volgens mij wil je ook gewoon even naar buiten, hè? Ja, we gaan naar buiten. We gaan boodschapjes doen. Dominka is nog lekker in Zandvoort bij mijn vader. Je bent ongeduldig. Of niet? Ja. Nou goed, wij gaan boodschappen doen. En dan de papa ook weer bij de thuis. Joepie.
Zo, we waren eventjes in de stad. Het was zulk mooi weer. En ik vroeg aan Amika, wat wil je nou doen? Nou, dat werd dus de stad. Voor mij al de zoveelste keer deze week. Ik ben eventjes mijn beginnetje aan het maken met koken. Mijn pan staat al op. Wij gaan. Ik heb weer zo'n vers pakket van de Albert Heijn. Daar ben ik echt een super fan van. En dit is de lente risotto. Super lekker. Dus we beginnen met deze jongens. Maar eerst olie in de pan. Zo. Nee, jij krijgt wat anders. Dominka lust geen risotto. Ja, dat denkt ze. Maar volgens mij lusten ze het wel. Dominka krijgt andere rijst. Goed. Olijfolie zit erin. Ik ga een uitje snipperen. Ik ga deze snijden en deze. En dan moet het 5 minuten en dan snij ik de rest. En dan kan dat er ook bij. Dus, let's go! Muts. Of nou ja, muts. Zonnehoed. Oh. Oh, jij wou weer staan, hè? En ik zei... Oh, je wil weer staan. Nou, ga staan nou, bij ga papa. Staan, 1, 2. Joehoe! Je hoed zakt helemaal scheef. Dan moet je hem eventjes goed verstellen. Aan de achterkant kun je hem helemaal verstellen. Hé. Hey, kiek, kiek. Ja, ik kan hem niet en, hè. Dat lukt gewoon niet. Hé, maar.
Geef dan. Ja, ik kan er niet bij zo hoor, dan flikkert hij om. Maar hij is wel echt een cute. Mama, mijn nieuwe speld. Ja, hebben we ook nog, hè. Hij is toch te leuk. Dan kun je hem dus met die strikjes, deze lintjes, kun je hem dus verstellen. Hij is van 1 tot 2 jaar. Dus we kunnen er sowieso een jaar mee vooruit. Met die strikjes of met die touwtjes kun je hem dus verstellen. Er zit een hele band in. Zo. Boing! En hij is van Leewood. En dat is een Deens merk. En I love it. Ze hebben er zoveel leuke dingen van. Nou, en ik heb hem nu bij de Baby Plus. Ja, daar hebben ze heel weinig van dit merk. Maar goed. Dat is dan wel jammer. Dus de rest moeten we online. En bij de Baby Plus. Deze. Ootje cadeautje. Een haarspeld voor de make-up. Ik vind het zo ontzettend schattig. Het is een soort leer. Of het echt leer is, weet ik niet. En ik denk dat het kunstleer is, maar echt super schattig. Helemaal leuk. En waar is jouw hoed, Mink? En Dominka, die had ook een nieuwe hoed nodig, want die oude is, die heeft ze zoveel gedragen. Deze, van de H&M. Toch? Die is toch van de H&M? Ja, van de H&M. Die heeft ze echt heel lang gedragen. Maar die is nu echt te klein. Dus hebben we vandaag deze van de H&M gekocht. Ja, poes. Een poes, hè? Ook met oortjes. Ja. Dus allebei met oortjes. Hallo. Zo! Wat ben je aan het eten, Boas? Wat ben je aan het eten? Nou, kan je het nou wel opnoemen dan, wat ik net zei? Zoete aardappelen, kikken, echte tomaat en weet ik veel wat. Paprika en courgette. Kijk! Maar ik hoop dat die kikken er te goed gaan. Wat een mix, zeg! Maar vind je het lekker, joh? Wat? Kitteretten? Dat is hummus, dat zijn die dingen. Dat zijn die figuren die pesten. Die? Dat zijn kikkererwten, ja. Hoppa! En Boas heeft een appelpakje. We hebben deze, we zijn al een... Zo, hallo. We zijn al een, hebben al een paar vragen gehad. Tijd voor een leuke babbelpraatkaarten. 80 originele vragen voor een vlot gesprek met je kind. Nou, dus, en we waren bij de volgende aangekomen. Speel je het liefst alleen of met vrienden? Met vrienden. Ja? Waarom? Ook eigenlijk met niemand. Ja, dat herken ik wel. Dat gebied zijn Dominka en ik allebei hetzelfde. We vinden het heel gezellig met mensen, maar we zijn ook erg gesteld op onze rust, hè? Nou, oké. Dit vind ik ook een mooie, Mink. Trots op ben. Wat heb je wel eens gedaan waar je heel trots op was? Ja, ik weet het wel. Ja. Paardrijden. Oh. Wat heb je vanmorgen nog gedaan? Wat heb je vanmorgen nog gedaan? En? Vanmorgen. Onder de douche gestaan, toch? Ja. Maar dat ene doe je niet meer, hè? Wat je nu deed, net deed. Dat wil ik niet hebben. Oh, papa? Nee! Staat allemaal op de camera. Papa? Ja? Je krijgt een toverstaf en je mag een wens doen. Wat zou je dan wensen? Ik ga de wensen dat... Een hele grote bak chips en een hele grote bak snoep.
Mijn wens zou meer kinderen zijn en een groter huis. Goed. Maar dit zijn dus allemaal kaarten en je hebt dus verschillende categorieën over jezelf, vrienden, familie, doordenken, school en vrije tijd. Nou, ik vind het echt superleuk. Het is zondag en we hebben een cake gebakken. Wie? We hebben samen cake gebakken, hè? Ja. Het is nog een beetje een troep. Het is een beetje opruimdag vandaag. We gaan hoor. Zo. En we hebben een unicorn mix. En dan kun je versieren. Ik heb nog de eenhoorn. Moet je helpen? Ik zie daar een eenhoorn. Ja, er zit een eenhoorn. Ik zie daar een eenhoorn. En daar ook. Nou. Lekker eten, hè? Daar ook. Doe maar met je vork. En jij? Je hebt deze. Yummy, yummy.